Wanneer je iets uitvindt op technisch gebied en je wil een monopolie, dan kan je bij de overheid een octrooi aanvragen. Uw octrooi geeft u immers gedurende 20 jaar een exclusief exploitatierecht. U beschermt zo uw uitvinding en u kan ze ook delen met de gemeenschap. De vereisten voor een octrooiaanvraag zijn in hoofdzaak dat uw uitvinding nieuw is en dus nergens ter wereld gekend is en dat ze inventief is. Inventiviteit komt er kort gezegd op neer dat uw uitvinding geen eenvoudig samenraapsel mag zijn van bestaande technologieën. Met je octrooi kan je anderen verbieden je uitvinding toe te passen, maar je kan ook een gebruiksrecht of licentie verlenen. Zo kan je een vergoeding of royalty ontvangen. Om uw kosten maximaal uit te stellen, volstaat het om eerst in België een octrooiaanvraag in te dienen. U plant zo als het ware een vlag en geniet 1 jaar de tijd om uw rechten uit te breiden naar het buitenland, zelfs wereldwijd. Minder bekend, maar even belangrijk, is dat een Belgische octrooiaanvraag voor vennootschappen een beduidende vrijstelling kan opleveren van belastingen, de zogenaamde innovatieaftrek. Alle procedures die in verband staan met octrooibescherming kunnen wij voor u afhandelen. Je bent hiervoor steeds van harte welkom bij bureau MFJ Bokstaal.